girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hallo mensen, welkom terug. Het is nu 24 uur voor de wedstrijd. Allee, ja, nog minder of 24 uur trouwens. Maar het is de laatste dag dat we nog een beetje kunnen genieten. Morgen is het om 6 uur opstaan. 5 uur. 5 uur 30. Ja. Om 6 uur 7 meter, dat is het. Ja. Dus dan zijn we op ons bak, maar we zijn niet alleen vandaag. We zijn weer weg met mijn pipi. Hi. En we zijn nu op ons gemakske geworden. Ik heb ondertussen ook al gewerkt. Gisteren heb ik het baardje bijgewerkt, zoals je vandaag in de vlog ging zien. Van het die van gisteren staat online. Dus deze vlog komt morgen en zondag pas van de wedstrijd. Ja, dat is goed. Dan moet je het gewoon met doorsturen. Ja, was het dan wel. En ik heb vandaag toch ook al gewerkt, dus het is nu gedaan voor, het is voor mij weekend. En wij gaan nu op ons gemakje richting stotten. Dus misschien meer mensen tegen, misschien niet. Maar als ik het niet film, dan is dat gewoon omdat we even privé met mensen willen praten. Dus dat, ik hoop dat jullie dat een beetje snappen. En ben. Ja. Oké. Een beetje gay is oké, maar niet te veel. Liefst niet. Nee, liefst niet, hè? Ja, jij toch niet? Nee, ik niet. Hè. Anders zou ik met deze dame hier zijn, hè? Kijk, ik kan nu weer wegsteken. Ik kan nu mondje wegsteken. Ja, vandaag weer. Ja, normaal bij het tellen. Ja, en we zijn ook vandaag 2 jaar en 3 maanden samen. Maar ik moest lang zijn. Ja, nou, want ik ben daar niet al vaak mee bezig. Ja, ik ook niet. Maar weet dat je de 18e komt er een maand bij. I know, baby. Alsjeblieft. Dus, en morgen nemen jullie mee voor naar de atletiekpiste. Het is een... Oh, fuck. Labbeke. Dus we zijn nu... Het is morgen een Labbeke te doen. En zoals je ziet mensen, zijn we onderweg. En we zijn al een jaar en 7 maanden verloofd. Wauw. Dus we zijn nu op ons gemakje naar de bushalte. Dus mensen, we zien elkaar later. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe vlogging, maar het is geen nieuwe vlog. Dus welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu op weg naar huis, samen met Bibi. Ja. We hebben een beetje inkopen gedaan voor morgen ook. Een keer wat drinken, zodanig dat we de fles kunnen opvullen met water. En we gaan nu nog gewoon wel een beetje naar huis wandelen. Dus dat is een after workout dat wij dat noemen, hè Bibi? Ja. En wat staan we morgen allemaal op de planning? Leg jij ook je uit, baby. Ja, morgen gaan we naar die wedstrijd. Ja. Dus we moeten ook al om... Om 5 uur daar te hoog staan, van 6 uur 7 uur. 47. Ons trein te kunnen pakken. Naar Labbeke. Voor dat doen naar de wedstrijd. Wedstrijd. Dus we zijn even onderweg morgen. We zijn ongeveer 1,5 uur onderweg. En daarachter is tot 1 uur. Ik heb 3 runs dat ik moet lopen. De 100 meter, de 200 meter en de 400. Daarom neem ik jullie ook daarvoor mee. En mijn madame gaat een stuk filmen met de GSM van haar. Zodanig dat ik ga niet kunnen filmen omdat ik het moet presteren. Mm-hmm. Dus maar ik ben wel een beetje nerveus omdat ik zoiets heb van, het is mijn eerste wedstrijd, mijn debuut. En ik ben wel een beetje nerveus. Maar het komt goed. Ik heb ervoor getraind, ik weet wat ik moet doen. En mijn madame heeft al mij zien lopen op de training. En I'm really fast. Ja.
Yes, you're really, really fast. En, maar er zijn altijd mensen die beter zijn of mij. Win ik, verlies ik. Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar iedereen haar... Ja, dat heb ik niet geleerd. Iedereen heeft zijn eigen... Talenten, ja, zoals... Dus ik ben wel benieuwd vanmorgen. Dus ik kijk er wel naar uit. Ik ben een beetje nerveus op dat gebied. We gaan zo en dan onder de brug. Dan moeten we niet wachten. Nee. Dus... Kunnen we naar huis? Ja. Ja, maar het blijft wel mooi hier en zo. Dus dat ga ik wel missen als we ooit verhuizen. Dat is zo... Dat. Ja, dat ga ik wel missen als ik eerlijk mag zijn. Een bel bestaat ook. Spijtelijk kan ze niet. Nee, maar uiteindelijk, ik ben wel content met de camera dat ik ook nu heb en zo. Dus mijn leven is wel al een pak stabieler geworden sinds dat ik YouTube doe. Dus ik ben er ook al content mee. Dus maar blijf de omgeving blijven we verbazen langs zien. Het blijft mij gewoon verbazen. Ja, wow. Hé, babe. Ja. Hij woont hier ook wel graag, hè? Maar gewoon. Het is niet uw ding, maar qua omgeving is het wel ideaal, hè? Omgeving is goed, maar. Veel groen. Ja, veel groter, hè? Dus als er mensen weten die goedkoop woning weten, laat het weten in de reacties. Die is vooral met vier slaapkamers. Ja, met vier slaapkamers. En een tuin en een mooie open keuken. Met een mooie open keuken. Ja. Dat is zeker. Dat mag niet ontbreken. Nee. Dus maar mensen. Stel dat ik een grotere keuken heb, komen mijn kookvideo's er ook niet aan. Ja, sowieso. Maar nu is dat een beetje moeilijk, hè? Het is een kleine keuken. Ik heb mijn looping niet. Moet ik nu een groot huis hebben met een hele grote open keuken? Moeten ze zich zeker verwachten dat er meer komt. Ik niet ga werken. Komen sowieso de video's erop te gaan. Oh ja, sowieso. Maar mensen, we zijn op zoek achter een grotere woning. Dus als jullie tips en tricks, altijd welkom. En ook als je ideeën aan het opdoen. Ja. Voor recepten. Ja. Dus, maar er komen nog grote plannen aan. En ja, ik denk dat ze daar op. Nee, ik kwam bijna op mijn gezicht. Ik kan me niet echt zien. Jawel hoor, want het is op de camera. Dus mensen, ik wil jullie sowieso bedanken voor te kijken naar deze vlog. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En wat zeggen we dan, baby? Later. Later.